Harold, we staan op het kalkoventerrein van de historische vereniging. Een prachtig terrein. Maar we staan hier niet zomaar, want vandaag is de week van de amateurkunst geopend. Vertel, want op dit terrein gaan ook mooie dingen plaatsvinden. Ja, klopt. Vandaag is de week van de amateurkunst begonnen. Dat is eigenlijk de week waar eigenlijk iedereen die zich met kunst bezighoudt zich een beetje kan profileren. En volgende week hebben we dus de sluiting op 6 juni, zaterdag 6 juni. En die sluiting van die week die vindt plaats hier op het terrein hier achter mij bij de gashouder. Bij en in de gashouder zelfs komen in totaal 13 kunstenaars die exposeren, workshops houden, live aan het werk zijn om te laten zien hoe zij altijd werken. En op die manier eigenlijk mensen te laten zien wat zij voor werk doen, wat ze maken. Maar ook om mensen te inspireren. Ook om te zeggen van, kijk jongens, zo zou je kunnen werken. Hier kunnen jullie ook begeleiden. Heel erg leuk. Een kunstmarkt voor iedereen. Ja, kunstmarkt echt voor iedereen. We hebben schilders. We hebben toneel. We hebben zang. We hebben dans. We hebben literatuur. Erg blij mee ook. Maar we hebben ook keramiek. We hebben beeldhouwen. We hebben glaskunst. We hebben een kunstenaar die met leer hele mooie sieraden maakt. Het is heel erg divers dit jaar. Dat vind ik wel heel erg fijn. Ja. Maar de markt, hoe laat begint die? De kunstmarkt? De kunstmarkt begint zaterdag 6 juni om 1 uur 's middags. Duurt tot en met 5 uur. Het is hier achter mij bij de gashouder. Daar komen allemaal, voor iedere kunstenaar komt er een eigen pagodetent, mooie pagodetenten. Er komt een heel cateringplein waar mensen dus lekker kunnen zitten om wat te eten, wat te drinken. Er zijn workshops zowel binnen als buiten waar mensen aan mee kunnen doen. Ik denk dat het een heel divers programma gaat worden. En ik denk echt voor iedereen. Zaterdag 6 juni om 1 uur begint de kunstmarkt hier op het terrein bij de gashouder. De entree is helemaal gratis.